And I have to say, when I mention our names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I would know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I'm here with the president, who is a young global leader, but what is important for me... Daar komt hij, World Economic Forum. Mark is gisteren naar Dresden geweest. En hij wordt nu opgewacht. Hij komt normaal nooit van deze kant. Hier ook, World Economic Forum, het tasje. Het tasje. Dichterbij. World Economic Forum, het staat op de tas. Het logo. Sorry, excuus. Een weftasje. Maar hij heeft dus een World Economic Forum tasje en daar loopt hij dus altijd al mee. Heb je het logo? Mooi hè? Maar de pers die zendt het niet uit. Ja, eer film even dat World Economic Forum tasje. Hè? Jeroen, doe je werk. Hij heeft het logo heeft hij nu omgedraaid. Maar zo werkt het dus. En dan die lulkoek over die formatie, hij vindt het best die dimensionaire status. Dat tasje. Hij loopt dus altijd al met een World Economic Forum tasje. Zo gaat dat, hè? Mooi tasje trouwens, meneer Rutte. Wat zei je? Ik zeg een mooi tasje. Wat? Vind je niet? Het is van de rooster. Dat... Hey, goedemorgen. U draagt hem toch al 3 jaar, toch? Ik denk al 5, 6 jaar, want je kent mij. Gooi je niks weg als het niet stuk is. 5 tot 6 jaar? Ik denk al 6 jaar. Oké, okay, nou. Ik kom ieder jaar in Davos bij... Bij het World Economic Forum. Bij de heer Swaap. Daar heb ik een paar jaar geleden gehad. Ja. Oké. Okay. Nou, fijne dag hè. Nou, hij heeft hem dus al 5 à 6 jaar, het tasje. Dat wist de pers ook wel natuurlijk. Maar ja, ze hebben het nooit gezegd. Dat is toch wel een onthulling, toch? Ja, hij is er heel open over. Hij is nog niet vergeten, hij werkt hier nog hè. Wat een baan hè. Gewoon liegen, je mag liegen. En meerdere CEO's van hele grote bedrijven zitten, maar heel veel grote bedrijven worden geleid door complete idioten. Ons land ook, hè. Hij is er nog. En daar is het oude gebouw, het oude hoofdkwartier van Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart. Hij heeft het wel toegegeven. Hij komt er al 6 jaar bij in Davos, bij Klaus Schwab. Maar door wie? Wordt Klaus Schwab aangestuurd.